Is dat ook de reden geweest waarop je nu zegt het toegen van de jouw bezettingswisselingen die er door de jaren heen geweest zijn? Hmm. Heeft ook wel invloed op gehad, ja. 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 Sommige muzikanten kunnen waanzinnig goed spelen, ook goed functioneren in een band zelf. Maar zodra het gaat om lange tours of 4-5 weken achter elkaar, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja, en ze moeten het ook met ons uithouden. Ik bedoel, we zijn ook de makkelijkste niet natuurlijk. En dat is ook wel weer... Ja. Ik bedoel, het is gewoon puur te genieten. Want er zijn natuurlijk vanaf de onderlinge persoonlijkheid. Het begintijd een soort van reglement is er gezet, weet je wel. Noem er eens een. Nou, je mag niet dronken op... Ja, geen drugs in de bus, ook niet in het hotel. En drugs is dat wiet, maar is dat ook drugs? In Amerika moet je dat niet doen. Ja, Nederland is anders, maar in Amerika hebben we geen zin om onze... Maar we werkvergunningen. Een blowers band. Bij ons wordt er bijna nooit gebloot in de kleedkamer. Of het moet zijn van mensen die op bezoek zijn. Je bedoelt, we hadden dat al gedaan voordat we met Betty begonnen. Jullie waren jullie haar al kwijt? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar... Nou, in Amerika kwamen ze heel vaak met joints aan, weet je wel. En Nou, er zijn te veel bands die daar nooit mee mogen toeren, omdat ze ook één keer gesnapt zijn met een joint. En dan ben je je werkvergunning voor altijd kwijt. Dat risico is te groot. Nee. Maar... Mag niet dronken het podium op? Dat is ook een regel. Ja, je mag wel een paar biertjes drinken, maar oh wee als je bezopen bent. En dat geldt voor iedereen. Ja. Je moet... Nou ja, als je op een gegeven moment weet, je mogen vroeg om 10 uur op, dan moet je, en afspraak is om 10:30, moet je beneden in de lobby zijn, dan moet je er ook zijn. En als het dan voorkomt dat iemand elke dag nog in zijn bed ligt te stinken, en, weet je wel, dat moet op een gegeven moment Ja, dat geeft heel veel onnodige ergernis. Want we willen dus, we hebben wel vaker meegemaakt dat je op een gegeven moment na een week denkt, waarom... helpt hij nooit mee met het sjouwen van de drumstel en de versterkers? Waarom heeft hij altijd het beste bed? En, weet je wel, dat gaat gewoon op menselijk vlak aan. Natuurlijk kan meteen mis. Ja, je moet voorstellen dat je gaat met een stel vrienden op vakantie. Ja. Naar Zuid-Spanje. En je zit dus 2,5 dag zit je in die auto. De meeste mensen houden dat al niet eens uit. Ja. Zonder dat je, behalve als je bepaalde afspraken hebt... En elkaar kunt leiden. Ja, dat is gewoon de... Gewoon. En is er nog... 2-3 jaar terug voor Locked 22... is er toen nog sprake van geweest... dat de band misschien... want toen had jij op een gegeven moment... jullie wat meer ruimte. Is een bed komen, ja. Is er toen nog sprake geweest... van de band hangt aan de zijde draadje... of is het eigenlijk... Nee, ik wilde heel duidelijk... gewoon even een jaar iets anders. Want dat is gewoon duidelijk... dat het gewoon puur echt... Dat hadden jullie ook wel. Ik had een heel andere insteek daarin. Want ik dacht, Carol die gaat dus met Pascal Dwezen dat Chitlin' Folk doen. Stel dat het enorm succesvol is. Ik had geen garantie dat zij bij ons terug zou komen. Ja, had je niet of had ze dat had, had zij mij wel gegeven. Had ze wel gezegd, oké. Maar dat is in zijn hoofd. Ja, nou ja, Herman dacht hetzelfde. Ja, oké. Jullie dachten dat, maar ik had het al duidelijk gezegd. Ik wil gewoon even een jaar niks gezegd. Ja. Maar het had gekund dat dat veel leuker, succesvoller, makkelijker. Want ik heb in dat sabbatical bij Ellen te Damme gespeeld. En... eigenlijk het grootste voordeel daarvan was dat dat geen verleden had. Dat begon op dat moment waar het op begon. Ja. En wij met Bert en nog met de artsen, weet je, bij elkaar had dat op dat moment al een sleep van meer dan 10 jaar. En dat komt altijd terug, weet je wel. Je kent iedereen te goed bijna. Ja. Als die dit zegt, dan weet je dat hij eigenlijk dat bedoelt enzovoort. Dus, maar het... Dat was toch een van de betere career moves van ons, of van Carol, om de boel even plat te leggen. Andere ideeën op te doen. Ja, het was voor iedereen heel erg fris. En Herman die is toen zijn koksopleiding gaan doen. Nou, daar heeft hij nu nog steeds heel veel plezier van. Want hij heeft daaruit dan ook een inkomsten. Ja. En hij is heel erg goed daarin. Dus, mm-hmm. Jij hebt in de tussentijd ook weer heel veel erbij geleerd, omdat je bij Ellen aan het spelen was. Ja. Ik heb weer andere dingen erbij geleerd omdat ik bij Chitlin' Folk speelde. Dus en die hele sabbatical heeft volgens mij 6 maanden geduurd. Maar ja, want toen
Toen begonnen wij weer te spelen. Ja, we hadden in de tussentijd alweer liedjes geschreven. We waren hier aan het opnemen met Peter.